Goedenavond, ik ben Arabella. Ik ben helderziend, heldervoelend en ik heb een helder verstand. U kunt mij bedden op onderstaand nummer. Ik voorspel u de toekomst en wilt u een relatie of wilt u van uw relatie af? U kunt mij bellen en ik kan u precies vertellen wat er aan de hand is. Ook als u iets onder de leden heeft of dat u iets wil weten van een verre vriend of een goede buur. Bel mij. Helderziend, heldervoelend en een helder verstand. Dit is Arabella. Een beller. Hallo, met wie spreek ik? Met Frederik. Dag Frederik, welkom in mijn programma. Frederik, ik voel het al. Je bent een beetje eenzaam, hè? Frederik, hallo? Ja, ik ben eenzaam. Zie, Frederik, ik wist dat je eenzaam was. Heb jij ook iemand in je omgeving verloren binnen... Ja, ik ben heel eenzaam. Ik heb iemand verloren, ja. U hebt iemand verloren. En was dat een goede vriendin of een vriend? Nee, dat was een vriend van mij. Een vriend van u. En u hebt daar veel verdriet van, toch? Heel veel verdriet heb ik daarvan, ja. U moet dat een plekje geven. U moet dat een plekje geven. Ja, maar ik heb geen plek meer. U hebt geen plek meer? Nee. Nou, luister eens, Frederik. Zal ik jou een kaart voor jou trekken? Zal ik eens kijken wat de toekomst voor jou in petto heeft? Frederik? Ja, kijk maar eens eventjes of er nog wat is. Oké. Oh. Ik heb hier een prachtige kaart voor u. Een vrouw met een klein hondje en een paraplu. En dat betekent dat u binnenkort een vrouw tegenkomt die een hondje heeft. En u komt haar tegen op straat en zij heeft een paraplu. Hallo Frederik, ja, wat vind je daarvan? Ik ben een en al oor hoor. Maar Frederik, zul je uitkijken naar een vrouw met een paraplu en een hondje? Ja, daar kijk ik naar uit, ja. Maar Frederik, zit je eigenlijk wel op een vrouw te wachten? Nou, dat is geen probleem. Geen probleem? Geen probleem. Je doet het echt helemaal fout. Je zou vreselijk eigenwijs zijn. Je zou zeggen van, ik heb helemaal geen problemen. Oh. En je zou zeggen, ik hoef helemaal geen vrouw. Oh. En ik heb niemand verloren. Oh. Ik ben gewoon zo'n eigenwijs keeltje. Oh. En dan zeg ik, en op plaats vraag ik, wat is dan jouw probleem? Dan zeg je, u bent mijn probleem. Ik wil blote wijven zien. Dan ga zemel over de toekomst, ik wil blote wijven zien. En hou het dan een beetje kort. Dus als ik zeg, Frederik, wat is dan je probleem? Dan zeg je, jij bent mijn probleem. Ik wil blote wijven zien. En niet dat gesemel en dat gezweef. Zweefteef, zeg je dan. Zweefteef. 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 Maar dat kun je toch niet onthouden. Zweefteef. Nee, dat kun je niet onthouden. Zeg maar gewoon, Frederik, en dan moet je heel kort houden, hè. Alles wat ik zeg, zeg je nee op. Of je zegt van, ik wil helemaal geen wijf, weet je wel, zo. Ik ga de kaart voor je trekken. Alles negatief. Ja, ik kan helemaal niks met je. Totdat ik zeg van, ja maar Frederik, jij belt mij, wat is dan jouw probleem? En dan zeg je, jij bent mijn probleem. Zet ik de televisie aan midden in de nacht, wil ik blote wijven kijken, hoor ik dat gesemel. En dan gooi ik hem erop. Ja? Oké.